allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag ga ik mijn allereerste tutorial opnemen en ik vind het best wel spannend, want het is de allereerste keer dat ik dit doe. Nu, ik krijg heel vaak de vraag, hoe ik mijn tuinen doe bij mijn huizen. Wel, dat ga ik uitleggen. Ik denk dat ik er 3 video's voor ga maken. In deze eerste video ga ik de basis uitleggen, welke cheatcodes ik gebruik, hoe dan je planten kiest, hoe je die moet plaatsen en zo verder. En ik ga dat ook bij een base game huisje doen, dus een hele simpele tuin. Daarna wil ik een video maken hoe dat je dan een tuin maakt voor een rustieke woning, dus met heel veel plantjes en heel veel kleur. En dan wil ik ook nog een video maken hoe je een tuin maakt bij een meer moderne woning. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als het zo is, geef dan al zeker een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we dan maar eens eventjes in het spel springen. Zo, met dit huisje gaan wij vandaag werken. Deze heb ik gevonden op de galerij. Ik weet wel niet van wie het is, maar ik dacht, oh, die heeft heel weinig in haar tuin gedaan. Laten we die tuin een beetje leuker maken. En kan ik ondertussen wat uitleg geven over hoe ik dat zou doen. Nu, we hebben een paar codes nodig, cheatcodes, om mee te werken. Dat gaat ons werk in ieder geval veel gemakkelijker maken. Want als je er geen gebruikt, als ik plantjes kijk, we kunnen die niet laten overlappen. Dan gaat hij zeggen wel, dat mag niet, dat mag jij niet doen. En dat is eigenlijk een beetje jammer, want dan krijg je eigenlijk plantjes die mooi naast elkaar staan. En jullie weten net als ik dat dat in het echte leven eigenlijk zo goed als nooit is. Planten groeien door elkaar. En dat geeft natuurlijk ook een veel mooier uitzicht. Om dat te doen, ga jij een code ingeven. Hoe ga je een code moeten ingeven? Je gaat eerst bovenaan rechts, dat is hier achter mijn webcam, een balkje moeten laten verschijnen. En dat balkje kan je laten verschijnen door de knoppen Shift, Ctrl en dan op de C te duwen. En dan krijg je dat balkje. Dus nu kan je het zien hier achter mij. En daarin ga jij de code typen bb.moveObjects. En dan duw je op Enter. En dan krijg je een groter balkje. En dan staat daarin MoveObjects cheat is on. Dus dat wil zeggen dat jouw code juist is en dat die gaat werken. Wat doet deze code? Wel, als ik nu mijn plantje terug ga nemen, kijk, nu gaat hij niet zeggen dat die plant daar niet mag staan. Dus ik kan die nu vrij plaatsen waar ik wil. Laten we eventjes dit hier verwijderen. Zo. En dan hebben we hier een mooi huisje. Goed, ik wil eigenlijk hier een stukje, een perkje maken met wat bloemetjes. Daarvoor ga ik eerst hier naar bouwen en gaan we bij buitenplanten eens kijken. We kunnen een boom plaatsen, maar we kunnen ook wel wat struikjes plaatsen en wat bloemetjes. Heel belangrijk is als je graag wat kleur wil gebruiken, dat je maximum 3 kleurtjes ongeveer gebruikt. Want te veel kleur, dat gaat ook niet zo mooi zijn. Dus kies 3 kleurtjes. Laten we gaan voor, we hebben roos, we kunnen paars en laten we dan ook nog voor geel of zo gaan. Ja, kijk, we gaan voor deze 3 kleuren gaan. Natuurlijk kan je altijd nog wel wat kleuren toevoegen, maar het mag niet te veel worden, want dan wordt het misschien een cacophonie. En dat willen we niet. Goed, laat ik hier wat bloemetjes plaatsen. Dus ik begin altijd met de grootste planten eerst te plaatsen. Zoals je kan zien, die planten die bewegen volgens een soort rooster. Als je dat dan opzet, en hier lukt dat niet buiten, maar die gaat zo in vakjes vooruit. Als je dat wil vermijden en wil jij je planten een beetje meer preciezer plaatsen, hou dan de Alt-knop ingeduwd en dan zie je dat je je plant eigenlijk kan plaatsen waar je wil. Dus zo kan ik mijn plant heel dicht bij dit huis plaatsen. Niet te dicht, want dan gaat hij op die fundering springen. En dat willen we ook niet, maar bijvoorbeeld daar. En dan kan je natuurlijk binnen ook altijd eens gaan kijken of jouw plant er niet doorsteekt, want dat is natuurlijk niet zo fijn. Ik denk dat ik in dit hoekje, of misschien moet ik er nog eentje pakken. En dan kunnen we de volgende plant erbij plaatsen. We gaan die niet mooi op een rijtje plaatsen. Ik plaats die altijd, die een beetje naar voren. En ik ga nog een paar van die gele. En om ze, ik ga dat balkje even weer doen. En om ze snel te kopiëren, duw ik op de E-toets. En dan krijg je dat pipetje
En dan kan je die heel snel kopiëren. Kijk, en die zet ik een beetje naar achter. We gaan die nog eens een keertje doen. En dan misschien aan deze kant van de struik. Zo. Dan gaan we die roze plant plaatsen. Die gaan we er zo'n beetje onder plaatsen. Kijk. Zie je dat die daar precies zo onderuit groeit? En dan kunnen we hier... En we kunnen daar... Zo, en dan vind ik dat hier ook nog wel een plant mag staan. Misschien kunnen we daar toch nog deze. Maar ik probeer nooit te symmetrisch te werken als ik een gewoon bloemenperkje wil maken. Omdat het in het echte leven ook niet zo is. En dan kijk ik ook langs boven een beetje. Kijk, en hier is nog een gat. Dus ik ga daar nog die gele bloemetjes tussen plaatsen. En voilà, dan hebben we al een perkje. Nu, wat ik heel erg mooi vind is, zo zie je, als je zo kijkt, dat het hier eigenlijk, ja, dat je die takjes ziet en dat op de grond eigenlijk niet veel ligt. Wat doe ik dan? Dan gebruik ik, ja, een soort gras. Maakt eigenlijk niet uit welk gras. Mijn voorkeur, wacht eens kijken welke ik meestal gebruik. Kijk, dit gebruik ik wel graag. Want wit past er nog wel op zich bij. En dan kan je dat tegen de rand eigenlijk aanplaatsen. Als ik dat dan zo een paar keer doe, dan vormt het al wat meer een geheel. Kijk, dan ziet het er al wat beter uit, vind ik. Dat je daar zo niet door kan kijken. Nu, als je een perkje hebt gemaakt, maakt niet uit hoe je de plantjes plaatst. Eigenlijk zet ik ze ook maar op gevoel wat neer en wat ik denk dat mooi is. Dan is het ook belangrijk om de grond een beetje te kleuren. Dus daarvoor gebruik je deze tool. Dat is terreingereedschap. Terreingereedschap. En dan ga je voor een aardekleur. Dus hier heb je potgrond, je hebt hier tuingaas. Je hebt hier ook modderige modder. Maakt op zich niet uit. Ik ga je voor die eerste kiezen. We gaan een klein beetje kleiner maken. Groter. Zo, want het is eigenlijk, kijk, en dan gaan we langs de rand voor zorgen dat er wat bruin is. Zo, want het maakt het natuurlijk ook weer net dat tikkeltje echter. Zo, dat is eigenlijk de basis om je tuintje te creëren. Nu, als je een grote tuin hebt en je hebt weinig zin om heel die tuin in te richten, wat ik kan begrijpen, niet iedereen heeft zoveel geduld als mij om heel die tuin vol met plantjes te zetten, kan je natuurlijk ook heel eenvoudig ergens een boom plaatsen. Eens kijken. Het is ook altijd wel handig als je kijkt in je omgeving welke bomen er gebruikt worden, want dan... is de overgang van jouw tuin naar de omgeving iets minder drastisch en is het ook wel mooier. Dan hoort dat huis daar precies ook wel echt in die omgeving. Als ik kijk, zijn het dan deze bomen? Ja, deze. Nee, deze niet. Er hangen lampionnetjes aan. Nu, ik vind deze boom ten opzichte van het huisje vrij groot. En je kan die dus verkleinen en vergroten. Verkleinen... Ik heb nu wel een Frans toetsenbord, dus ik weet niet of dat het bij een ander toetsenbord hetzelfde is. Maar ik heb het gewone haakje, kan ik verkleinen. En met het hoedje kan ik vergroten. Nu, ik weet niet hoe het zit met een gewoon toetsenbord. Ik heb een AZERTY toetsenbord, maar ook nog eens een Frans toetsenbord. Voilà, dus dit is mijn boom. Ik heb hem iets verkleind. En nu kan je dat een beetje natuurlijker over laten komen. En dan kunnen we daar rond een beetje aarde tekenen. We gaan een beetje. En dan een beetje zachter. Want in de schaduw wil het gras eigenlijk niet zo goed groeien. Dus dat kun je met wat verf op je terrein aanpassen. En dan wil ik rond de boom ook altijd wel wat plantjes zetten. Kies de plantjes of de kleuren van planten die jij al voor jouw huis hebt gebruikt. Dus hier hadden we zo oranje zeg ik al, geel en paars en roos. Laten we dat hier ook even gebruiken. Dus we gaan die paarse plant, die kunnen we zo rond de stam zetten. Gebruik je Alt-knopje om ze een beetje te plaatsen
waar je ze wil plaatsen. We hadden dan die gele bloemetjes. Dus begin ook weer eerst met die grote struiken en zet er dan de kleinere tussen. En zorg dat het een mooi geheel wordt. Dus niet mooi tussen elkaar. Je kan het hier ook nog ergens tussen plaatsen. Kijk zo. Hadden we zo een roze plant. Kunnen we daar dan weer tussen plaatsen. Oh, de verkeerde geprobeerd. Voilà. En dan kan je natuurlijk ook weer wat gras plaatsen als je dat wil. Maar moet niet natuurlijk, hè. Kan je zelf kiezen. Zo. En als je dan van ver kijkt, voilà. Dan heb je eigenlijk nog wel wat kleur onder die boom. Nog een manier om je tuin op te vullen is door om ergens wat rotsen te leggen. Maakt niet uit waar. Zo, een partijtje rotsen. Je kan ze wat ronddraaien. Zo, dat kan je ook dus doen. Dus hè, je hebt dit hier, als je de Alt-knop niet induwt, dan heb je ook met het draaien. Maar als je die dan ingeduwd houdt, kan je die draaien zoals jij dat graag wil. En dan kun je rond die rotsen wat plantjes zetten. Die vind ik dan precies weer net te groot. Dus die kan je dan een tikkeltje kleiner maken met het hoedje. Die laten we staan. Zo, en dan het gras eventueel er nog tussenuit laten piepen. Hier kan ook nog wel een gele plant staan. Misschien een tikkeltje kleiner. En dan hebben we nog onze roze plantjes. Die hebben we nog niet, denk ik, hier. Voilà, en dan heb je een klein plekje waar toch wat groen groeit. En als je dan een paadje schildert van voor naar achter, dan maakt het eigenlijk al klaar. Beetje harder. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het best wel moeilijk vind om dat zo uit te leggen eigenlijk. Maar dat zijn de basisdingetjes. Dus die cheatcode om te gebruiken, de knopjes om te gebruiken om planten gemakkelijk te plaatsen, beperk het aantal kleurtjes. Ik wil ook nog wel een stukje hier maken met wat andere kleurtjes. En ja, dan is het eigenlijk gewoon wat uitproberen wat jij mooi vindt. Ik heb dan hier met de boom een dingetje laten zien. Met rotsen kan je dingen maken. En dan ga ik hier nog met andere kleurtjes. Laten we hier gaan voor. Ik wil graag zo een varen daartussen. Misschien kunnen we voor oranje gaan. Oranje en roos. Ja, dat gaan we doen. Oké. Dus hetzelfde. We gaan beginnen met de grootste planten eerst te plaatsen. Die ga ik al wat lukraak hier neerzetten. Je kan ze al van grootte laten veranderen. Want dat geeft meer realisme aan jouw tuin. Kijk. Zo. En dan ga je die andere plant daarin zetten. En je gaat die daar niet gewoon naast zetten. Maar je gaat die half in die andere plant al plaatsen. Zie je? Alsof dat die daar echt tussen groeit. En dan kan je die varen plaatsen. Kijk, ik vind dat die net te laag komt. Nu kan je die ook naar omhoog doen als je de controltoets ingedrukt houdt. En ik duw dan op de 9. Op mijn numpad gaat dat niet. Het moet echt die nummertjes die zo bovenaan jouw lettertjes staan. Als ik dan op de 9 duw, kan ik die naar omhoog doen. En als ik op de 0 duw, kan ik die naar beneden. Maar je moet wel de controltoets tegelijkertijd ingedrukt houden. Kijk, en nu staat die iets hoger en nu vind ik die daar eigenlijk beter staan. Kijk, dan komt die daar echt zo uit. Alsof dat het een grotere plant is. Kijk, deze staat weer wat lager. Die kunnen we eventueel wel hier plaatsen. En dan wil ik nog een hogere hier plaatsen. En dan gaan we die ook wat draaien, want anders zien onze planten er allemaal hetzelfde uit. En dat is niet de bedoeling. Ik ga hier in dat gat toch nog zo een roze plant plaatsen. Misschien een beetje kleiner. En dan nog wat van deze. En voilà. En je hebt weer een mooi bloemenperkje.
Als je wil, kan je daar dan nog wat bloemetjes tussen plaatsen. Wat ik ook heel graag doe, is deze bloemetjes gebruiken, die wilde bloemen. Zeker bij een rustieke tuin komen die wel heel goed tot hun recht. Laten we eventjes. Goh, welke kleur zouden we nemen? Misschien toch oranje-geel? En als je die daar dan nog eens tussen plaatst, dan geeft het toch weer net dat tikkeltje extra. Voilà. En dan gaan we weer onze terreintools gebruiken. We gaan weer wat aarde aanbrengen. Voilà. Zo, en ons tuintje is klaar. Of toch, dat perkje is klaar. Als je mij laat doen, dan zou ik geen enkel stukje van deze tuin onberoerd laten. Maar deze video was louter en alleen om jullie te laten zien hoe ik mijn planten plaats, welke knoppen ik daarvoor gebruik, welke cheatcodes ik daarvoor gebruik. Dus ik hoop dat jullie hier al heel veel aan hebben gehad. Als er dingetjes zijn die ik vergeten ben uit te leggen, laat mij dan zeker weten in de comments hier beneden. In de volgende video ga ik ook nog uitleggen hoe jij een mooie rustieke tuin maakt. En in een andere video ga ik dan ook nog eens uitleggen hoe je een mooie moderne tuin maakt. En dan gaan we ook een klein beetje verder. Dan gaan we daar ook beeldjes aan toevoegen, een paadje aan toevoegen. En hoe je dat allemaal op elkaar kunt afstemmen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer in mijn volgende video. Daag!